Yo, wat up mensen, goedemorgen. Mijn naam is Jack en welkom terug bij een nieuwe vrachtwagen video. Ik wil even een paar kleine dingen zeggen. Ik had een hele gave video opgenomen, alleen tijdens het versturen naar mijn pc is de GoPro leeg geraakt. Dus tijdens het overzetten, pap, weet je wel, is die ineens afgelopen. Dus hij heeft wel alles overgezet, alleen alles is beschadigd. Je ziet allemaal rare glitches door het scherm heen en het geluid komt niet overeen. Vind ik heel jammer, want het was echt... Die hele video was gebaseerd op lastige dokjes en dat soort dingen en natuurlijk meer advies. Dus ja, ik ga proberen te redden, maar de kans is echt 10% misschien dat ik hem kan redden, om het zo te zeggen. Want het ziet er echt niet goed uit. Mocht hij er wel komen, dan staat hij waarschijnlijk volledig vol met glitches. Dus ja, dat gezegd te hebben. Welkom bij deze video. Woensdag was ik vrij, zoals ik altijd ben eigenlijk. Donderdag was ik ook vrij, omdat er te weinig ritten zijn. En vandaag hebben ze één rit en daarna ben ik ook alweer vrij. Dus vandaag kan ik helaas niet zo heel veel filmen. Althans, ik kan zoveel filmen als ik wil. Maar het kan misschien allemaal niet zo heel interessant zijn. Want ik rij nu 240 kilometer naar Duitsland. En daar moet ik even laden. En daarna 240 kilometer terug. En dan zit mijn dag er weer op. Dus ik weet niet heel veel wat ik kan laten zien. Maar in de loop van de dag zou er waarschijnlijk wel iets komen. Dus dat gaat goed komen. Geniet van deze video. En als jullie advies hebben hoe ik eventueel de andere video kan redden, laat me weten. Ik heb het op internet opgezocht. Want eigenlijk de SD-kaart van de GoPro die is leeg. Maar je kan wel zo'n recovery ding doen. Maar het programma wat ik wou gebruiken kost geld en ook weer 100 euro, weet je wel. Dat is zoveel geld. Ik bedoel, voor eenmalig gebruik. Ja, ik weet niet of ik dat ervoor over heb, om het zo te zeggen. Dus ja, laat me weten. Ik ga even rijden en ik maak misschien zometeen nog wel even een timelapse als het iets lichter is. Dus dat gaat goed komen. Tot zo! Oké, jongens, ja, we rijden hier dus. We rijden weer terug, zoals je in de timelapse kon zien. Want ik was zo afgeleid met iets. Ik heb geen idee, ik keek ergens naar voren of naar een paal of zo met iets erop. En ja, toen reed ik er dus langs. Ja, dat soort dingen gebeuren ook wel eens. Gelukkig heb ik de navigatie die me de goede kant op stuurde. Ook al was die rotonde waar ik net opheen moest wel een beetje aan de krappe kant. Maar ik ben blij dat hij er was, want anders had ik niet geweten. Anders wist ik niet hoe ik moest omkeren. Jezus, goed genederlands, Jack. Maar we gaan hier dus naar links. Ik ben hier al één keer eerder geweest, dus dat scheelt altijd wel. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. En dan is het hier links. Dan zet ik hem maar heel even hier links neer. Wel met genoeg ruimte ertussen voor hem, als die moet worden geladen. Zo, hetzelfde als nu. Nu zet ik hem langs de kant. Alleen zorg wel dat je genoeg ruimte vrijlaat voor je deuren, om het zo te zeggen. Want die moeten wel gewoon open en dicht kunnen.
Oké, jongens, dus soms heb je dat je zelf moet laden of lossen met een pompwagen. Ik weet niet of ik dat nou moet doen, maar je hebt hier altijd je handige kastje. En wil je... Oh, hallo. En wil je zelf het een beetje makkelijk maken, dan kan je gewoon op die klikken. En op die. Dan zakt die, om het zo te zeggen. Dus als je dan bijvoorbeeld een pallet hebt van 600 kilo, dan rolt die lekker makkelijk naar achter, om het zo te zeggen. Dus dan maak je het zelf heel makkelijk. En persoonlijk zelf, wat ik altijd doe, is deze naar beneden drukken. Dan ontremt de trailer. Dus er staat iets minder druk op het chassis. En wat ook handig kan zijn, is als je je stadslicht aanzet. Want als je licht in de trailer hebt, dan is dat nu aan. Oké, jongens, ik heb hier Google Translate. Die staat gewoon op elke telefoon. En het handige hieraan is natuurlijk ook dat je van Nederlands naar Duits kan. Dus zoals je kan zien heb ik dat ook gedaan. En je kan hier onderin, bij de puntjes, kan je volledig scherm doen. Dus dan kan je gewoon, als je ergens naartoe komt, kan je gewoon dit laten zien. En dan, ja, dan weten hun wat ze van je kunnen verwachten. Aangezien praten soms moeilijk is, je hebt ook een functie hier. Duits. Nee, ik heb e-internet. Maar in ieder geval, als je op geluid klikt, dan begint normaal meteen, dan zegt hij het hardop. Hè, mocht je ze niet... Dus ja, dit zijn sowieso hele handige dingen, om het zo te noemen. En wat ik vorige keer ook heb laten zien, Ik ga even kijken of ik dat nu ook kan doen. Yo, jongens, dit wil ik jullie ook even laten zien. Nou, je ziet hier, dit kennen jullie allemaal, dat is gewoon Google Maps. En je kan hier gewoon bovenin kiezen waar je vandaan rijdt en waar je heen wil. Dan hier bovenin heb je dus de optie extra stop toevoegen. En als je dat doet, dan kan je dus hier opeens een extra stop toevoegen. En dat ga ik je ook meteen nu laten zien. Ik heb nu een paar adressen gedaan. Zoals je ziet, wij zijn hier onderin. Zo, hier zijn wij nu. En zo kan je heel goed precies zien hoe je moet rijden. Kijk, je ziet hier eigenlijk dat we beter langs B eerst kunnen in plaats van A. Dus dan kan je hier bovenin, kan je B gewoon schuiven, dat die bovenaan komt. Dan update je hem en dan heb je dus A, B. Zie je, E kunnen we beter eerst langs dan C, om het zo te zeggen. Dus dan zet je E op de plek van C. Hallo. Zo. Kijk, nu hebben we A, B, C, D, E. Dus dit is de perfecte route om hem zo te rijden. En dat is gewoon heel handig om te weten. Want heel veel mensen weten niet dat je extra stops kan toevoegen. En ja, ik gebruik dat ook bijvoorbeeld als ik... Ja, ik zeg maar iets. He, ik zeg maar wat. Deze weg is bijvoorbeeld afgesloten. Dan zeg ik bijvoorbeeld... He, dan kijken we even, want ik wil wel naar die Eindhoven.punt A. Dan zeg ik bijvoorbeeld hier. Dit is dan een hoofdstraat, om het zo te zeggen. En zeg bijvoorbeeld dat ik hier langs moet. Ook al is dat helemaal niet zo. Zo. Kijk, want nou stuurt hij je dus zo, maar als we dus deze bovenaan zetten. Zo. Zie je, dan stuurt hij je nu via een andere route. En natuurlijk is het even slordig snel uitgedrukt. Maar ja, stel hij laat geen andere route zien, dan maak ik mijn eigen route op deze manier. Dus ja, op die manier kan dat wel handig zijn. Ik wou het toch even gedeeld hebben. Oké, jongens, een beetje lastige situatie hier. Maar ik moet achteruit die hoofdweg op. Dus ik ga heel even niet praten terwijl ik dit doe. Ik moet echt even mijn focus erbij hebben. En kijk, in principe als je achteruit een weg op gaat, dat kan. Maar zorg dat je snelheid altijd onder de 5 km per uur is. Want jij kan helemaal niks zien wat er van links of rechts aankomt. En daarbij, auto's die eventjes zomaar de bocht om komen raggen, die weten ook niet dat jij er achteruit uit komt rijden, om het zo te zeggen. Altijd je ramen ook open, zodat je goed kan horen of iemand toet het. Dus ja, we komen nu op de weg. Zolang gewoon je snelheid laag is, is er helemaal niks aan de hand. Dus raak dan ook niet in paniek. En als mensen zien... automobilisten, dat jij eraan komt, geloof me nou maar, die houden echt wel rekening met je. In ieder geval de meeste. Zo, we gaan hier naar links. In ieder geval... voor jullie een beetje dubbel. Zo, en dan zijn we eruit. Dus hier gaan we weg. En we hebben mooi het knikje afgemaakt. Zo, gevarenlichten kunnen uit.
Dus ja jongens, we hebben nu geladen. Dus we gaan nu 3 uur lang terugrijden weer naar, naar Amsterdam, Schiphol. En ik heb gelukkig hier wel mijn pauze kunnen maken. Ik hoefde ook niet echt mee te helpen met laden of lossen, dus dat is ook wel lekker. Waardoor ik dus mijn pauze ook heb kunnen maken, om het zo te zeggen. En op de heenweg hierheen had ik wel wat commentaar op bepaalde hoeken en plekken. Alleen die kon ik niet benoemen omdat er een timelapse aan stond. Dus die ga ik gewoon lekker nu benoemen. Kijk, ik ga hier in het midden staan. Zien jullie waarom ik hier in het midden ga staan? Moet je daar links onder dat stoplicht kijken. Daar zit echt een stoeprand, die steekt heel ver uit. En ik moet mijn trailer eromheen vouwen. Dus ja, het is even heel vervelend voor mensen, maar ik blokkeer hier nu 2 rijstroken. Omdat ik weet dat ik heb die ruimte nodig om die bocht daar te kunnen maken, om het zo te zeggen. Dan heb ik ook even iets meer tijd om deze even iets beter neer te zetten. Ja, de stoplicht waar ik naar moet kijken is die links. Ik denk dat jullie net kunnen zien. Maar ja, net genoeg tijd voor 1 auto. En dan ook als die even blijft staan, die gozer voor me, ja, dan ga je dat niet redden met de vrachtwagen. Maar je kan ook zien nu hoe krap die bocht eigenlijk is. Eigenlijk, sterker nog, ik sta nu in het midden. Maar zelfs nu ga ik nog een stukje naar rechts sturen. Puur om het feit, omdat mijn gevoel zegt dat hij misschien die paal gaat raken. Misschien, als ik hem normaal instuur. Maar ja, je hebt niks aan misschien als vrachtwagenchauffeur zijn. Want je kan niet uitgaan van, ja, kan wel, weet je wel. Dat is gewoon te groot risico, vooral als je zo groot bent. Want stel, hè, beeld je een scenario in dat ik zeg, oké, nou, ik stuur hem lekker niet breed. Hè? Ik ga er gewoon lekker strak in. En stel dat je dus met je trailer niet uitkomt. Ja, wat ga je dan doen? Wat kan je dan nog doen? Want je kan niet echt... Dus ik stuur nu naar rechts. En dan vervolgens naar links. En ja, we pakken hem heel mooi. Past er precies volgens de witte lijntjes. En ja, ik zeg altijd, hou gewoon die witte lijnen aan. Witte lijnen zijn in principe niet voor ons. Maar ja, het is wel, als je het jezelf aanleert, om het zo te zeggen, dan kan je ook nooit zo snel een fout maken, om het zo te zeggen. En ja, we gingen heel mooi langs die paal. Maar terug te komen op het gesprek van wat als. Wat nou als je daar dus niet langs die paal komt en je ziet dat. Ja, wat ga je dan doen? Achteruit? Want als je achteruit rijdt, dan raak je alleen maar nog erger in een knik dan dat je stond. Dus ja, je hebt eigenlijk heel weinig keus dan. Dus ja, je hebt 2 keuzes. Of je moet achteruit en loopt als een minuut lang, als een mogol daar te sturen. Terwijl natuurlijk niemand weet wat je aan het doen bent met zo'n vrachtwagen. Dus iedereen denkt van, wat is die gozer nou aan het doen, weet je wel. Ik bedoel, ze zien wel dat je er niet langskomt. Maar ja, niemand heeft het besef van wat je dan moet doen om het op te lossen. Of ja, of keuze 2, je bent gewoon iemand die hem gewoon gas bijgeeft en vol die paal omrijdt. Ja. Dat zijn eigenlijk je enige 2 opties. En ja, hoe je het went of keert, in beide scenario's word je gewoon niet graag gezien. Je wil niet graag die paal uit de grond rijden, maar je wil ook niet graag als een gek daar staan te lopen kloten, om het zo te zeggen. En dat is precies wat ik altijd benoem van, ja, liever overdreven. Ik heb liever dat je overdreven bochten neemt, dan dat je te scherp bochten neemt en uiteindelijk niet uitkomt. Want dat is natuurlijk je grootste gevaar met een aanhanger daarachter, trailer oftewel genoemd, dat je gewoon uiteindelijk jezelf echt vastrijdt. En daarom zeg ik altijd, hou gewoon lekker je hoofd koel. Bereken jezelf altijd tussen die witte lijnen, dan zit je altijd veilig. Want tussen de stoep en die witte lijnen, nu ook, die je op de grond ziet, zit ook nog een kleine 5 tot 10 centimeter speling. En als je ergens krap langs moet, dan ben je heel blij met die 5 à 10 centimeter speling. Want dat is het punt dat je het net misschien wel gaat redden, of misschien net niet gaat redden. En voor de meeste mensen, dit is dus een 70 weg. En soms heb je ook 80 wegen in Duitsland. En ik heb via gehoord dat je dus maar 60 mag rijden daar, als vrachtwagenchauffeur zijnde. En nou moet ik je zeggen dat ik er nog nooit een vrachtwagenchauffeur daadwerkelijk heb zien doen, 60 rijden.
Maar ja, als de politie achter je rijdt, is het misschien wel verstandig om wel 60 te gaan rijden. Ja, dus hier staat ook een bord van 70. Alleen ja, je moet dus in Duitsland weten als vrachtwagenchauffeur dat je eigenlijk in de bebouwde kom niet harder dan 60 kan, om het zo te noemen. Zie je die rode auto hier links voor? Die rijdt hem veel te ver door. Maar ja, wat een wereld van verschil, hè? Nederland en Duitsland. Ik bedoel, als je zo het infrastructuur ziet, dan moet je maar eens opzoeken. Infrastructuur in Nederland en dan van de wegen. Dat is echt heel gaaf, want ja, hier heb je de weg. Daarnaast heb je een fietspad, maar het is allemaal wel een beetje verouderd en dat soort dingen. En het is eigenlijk best wel heel gaaf dat ze in Nederland zo'n goede infrastructuur hebben op het gebied van verkeer. Dat is ook een grote reden waarom je in Nederland niet snel mensen met helmen ziet. Omdat dat gewoon simpelweg kan. Ik bedoel, de wegen zijn daar zo veilig dat het in principe niet nodig is. Maar ja, als je dat vergelijkt met hier, op sommige wegen in Duitsland moet je hier rechts als fietser gaan fietsen. Nou, zie je het voor je? Als dat in Nederland zo zou zijn, dan ja, dat is gekke werk. Daar kan je gewoon niet over nadenken. Ach ja, jongens. Ik ga even rijden. En dan spreek ik jullie zo meteen nog even. Zoals ik zeg, ik weet niet hoeveel ik nog kan filmen, want dit is eigenlijk mijn enige rit vandaag. Dus ja, we gaan even kijken wat we ervan kunnen maken. Oké, jongens, ik heb de opname een klein beetje verkloot, maar dat maakt niet uit. Ik had de microfoon uitgezet, helaas. Wat ik hier wil laten zien, is dus dat... Zo, ja, je kan hier dus naar de instellingen, snelheidsregelingen, en dan kan je dus eco-rol uitzetten. En dat houdt dus in dat de motor niet telkens in zijn neutraal schiet, om het zo te zeggen. Dus dan blijf je gewoon een constante snelheid van 83 rijden zonder dat hij helemaal afzakt naar 81, om het zo te zeggen. Dat is natuurlijk erg fijn. Nou jongens, dat was de dag. Ik ben klaar, ik ben gelost. Het was helemaal niet spectaculair waar ik moest lossen en ik mag gewoon niet filmen ook. Dus ja, bedankt voor het kijken. Mijn naam is Jack. Ik hoop dat je er wel weer wat van hebt kunnen leren enigszins. En ook met CMR, ik heb dat vaker gezegd, ik heb hier een CMR in mijn hand. En raak je vaak in de war met die velletjes of ben je net beginnend om het zo te zeggen. Degene waar iemand anders op tekent, die wil jij niet. Hey Jack, hoe bedoel je? Ik moet nog papieren meenemen? Ja, dat klopt. Maar je moet altijd zo denken, het origineel. Hè, je hebt altijd eentje waarop wordt getekend en de rest drukt meestal door. Degene die doordrukken wil jij meenemen. Want het origineel, die kan je vervalsen, weet je. Als hij zijn handtekeningen, zijn namen vergeet, dan kan jij er gewoon een naam bij schrijven. En ja, dat valt gewoon onder fraude eigenlijk, even in het kort gezegd. Dus altijd degene waarop getekend is door iemand anders, dat is degene die je niet meeneemt. Die blijft achter en eventueel documenten blijven achter. En de laatste twee CMR's, die neem jij mee. Maar ja, dat was hem. Weer een kleine tip nog even voor het einde. Maar ja, mijn naam is Jack. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Zou je de video willen liken, dan weet ik dat jullie deze content natuurlijk helemaal geweldig vinden. En dan hoop ik jullie weer graag bij de volgende video te zien. Woo, let's go!